Hey mensen, leuk dat je weer kijkt en welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. Vandaag ga ik met jou delen hoe ik mijn eigen game PC klaarmaak voor gebruik nadat ik hem vers heb gebouwd. We gaan het hebben over instellingen voor het verbeteren van je aim en je framerate, hoe je je temperaturen in de gaten kunt houden en nog veel meer. Stay tuned! Ten eerste, je muisinstellingen. Dit is naar mijn mening echt een must. En als je geen zin hebt om alle technische dingen die hierna komen te doen, zorg dan in ieder geval dat je deze stap wel doet. In Windows staat bij muisinstellingen standaard het vinkje precisie verbeteren aan. En waar dit misschien fijn is voor oude mensen, waarvan het leven in Warzone niet afhangt van hun aim, doet het voor ons dus precies het tegenovergestelde van precisie verbeteren. Deze optie past de gevoeligheid van je cursor aan de snelheid waarmee je je muis beweegt. Als je hem langzamer beweegt, wordt de gevoeligheid lager. En als je hem sneller beweegt, wordt de gevoeligheid hoger. En dit maakt de muis veel onvoorspelbaarder, want de beweging die je met je hand maakt, is dus niet één op één de beweging die verschijnt op je scherm. Ga dus naar muisinstellingen, extra muisopties, opties voor de aanwijzer en uit met die onzin. De gevoeligheid van je muis stel je natuurlijk gewoon in zoals jij fijn vindt. Dat kan met de DPI-instelling van je muis. En als dat niet gaat, kun je het schuifje snelheid van de aanwijzer gebruiken in de instellingen van Windows. En nu we het toch over je muis hebben, zorg dat je de bijbehorende software van je randapparatuur installeert. Dit is vaak nodig om het maximale uit je nieuwe muis, toetsenbord of headset te halen. Hier kun je bijvoorbeeld de kleur van je verlichting aanpassen, maar ook macro's instellen op je toetsenbord of muis, of de polling rate van je muis op 1000 Hz zetten, waardoor je vertraging minimaal is. Dan nummer 2, Discord. Het must-have communicatieprogramma voor elke PC-game. En als je dan toch bezig bent, join meteen onze Discord-server even. Het zit eenvoudig in elkaar, doet wat het moet doen en iedereen heeft het al, dus je kunt meteen met iedereen communiceren. Superhandig. Installeren die handel. En nog een tip, doe het even via 9night.com en selecteer meteen andere handige programma's als VLC Media Player, Google Chrome, 7-Zip, Spotify, antivirusprogramma's en nog veel meer. Zo hoef je niet alles los te gaan installeren. Dan nummer 3. En dit is een van mijn favorieten. Shadowplay of Relive. Je kent het wel. Er gebeurt iets super grappigs of misschien wel iets heel vets terwijl je aan het spelen bent en je vertelt het aan je vrienden. En de reactie is dan zoiets van ja, had je bij je moeten zijn man. Met Shadowplay voor Nvidia kaarten en Relive voor AMD Radeon kaarten is dat verleden tijd. Want die hebben een instant replay functie die je in staat stelt om de laatste paar minuten van je gameplay met één druk op de knop op te slaan. Dit kost een paar frames per seconde, maar is het vaak dubbel en dwars waard. Vooral als je een wat snellere PC hebt en die paar frames per seconde dus ook niet zoveel uitmaakt. Zorg dat je deze programma's dus installeert en Instant Replay of Retroactive Record aan hebt staan. 4. Energiebeheer. Voor maximale performance moet je het goede energieschema selecteren in Windows. Nou, ben je een klant van ons dan hebben wij dat al voor jou gedaan. Maar zo niet, rechtsklik dan op Start en ga naar Energiebeheer. Klik aan de rechterkant op Extra energieinstellingen en zorg dat hier hoge prestaties, topprestaties of Rising gebalanceerd staat. Het hangt een beetje af van welke onderdelen je hebt. Dit zorgt dat Windows optimaal omgaat met je hardware. 5. We gaan nu langzaam iets technischer worden en deze stap is dus echt voor de nerds onder ons. Zoals ik. Met het programma MSI Afterburner, kun je niet alleen de temperaturen van je onderdelen controleren, maar ook je CPU-gebruik, je werkgeheugengebruik, je framerate en nog veel meer informatie op je scherm laten zien. Tenzij je problemen ondervindt met je computer, is dit eigenlijk informatie die je niet hoeft te weten. Maar ik persoonlijk vind het toch vet om te zien hoe hard mijn machine aan het werk is. Het zal wel aan mij liggen. Installeer eerst MSI Afterburner en het bijbehorende RivaTuner. Vervolgens kun je in de instellingen onder het tabblad toezicht aanvinken wat je in onscreen display wilt hebben. Die onscreen display zie je vervolgens linksboven in je game staan. En dan als laatste je BIOS. En ik wil bij deze stap benadrukken, als je het niet kunt of twijfels hebt, doe het dan gewoon niet. Als je geen problemen ondervindt, is deze stap gewoon niet nodig. Je BIOS of Basic Input Output System is een soort allereerste softwarelaag die over je hardware ligt. Hier kun je instellingen aanpassen waar je nogmaals niet aan moet zetten als je er geen verstand van hebt. Maar goed, als je het nodig acht of compatibiliteitsproblemen hebt, update dan je BIOS. Daarnaast loopt je geheugen nooit op volle snelheid als je dit niet instelt in de BIOS. Nou, heb je je PC bij ons gekocht, dan hebben wij dat al voor jou ingesteld, dus dan hoef je daar niet druk over te maken. Maar zo niet, kun je in de BIOS XMP voor Intel of DOCP voor AMD aanzetten, zodat je geheugen altijd op volle snelheid loopt. Nou, ik hoop dat jullie iets hebben aan mijn tips voor de eerste rit op je nieuwe gamingmachine. Heb jij nog tips aan ons of onze kijkers? Drop ze dan even in de comments, zodat iedereen ze kan lezen. Vergeet niet te liken en te subscriben als je meer wilt zien en hopelijk zie ik je snel terug in de volgende video. Ik ben Gijs en wij zijn Redux Gaming. Tot ziens. Doei!